Voor het kerstdiner zometeen ga ik nu even wat mooie duurzame boodschappen doen bij de Groene Passage. Dit is een prachtig biologisch vegetarische natuurvoedingswinkel. Ja, ik voel me daar als een vegavisje in het water, want er zijn zoveel mooie noten, granen en groenten te vinden. Dus ik neem jullie graag even mee. Dit is de gewone aubergine zoals we hem kennen van de normale supermarkt. Maar hier hebben ze deze prachtige aubergine die natuurlijk net even wat meer kleur geeft aan je gerecht. Ja, prachtig product natuurlijk, de knolselderij. Normaal doe ik hem in de soep als bouillon. Vandaag gaan we hem als hoofdgerecht eten. De smaak is heel nootachtig, dus dat kan hij best hebben. Voor het voorgerecht gaan we zometeen heerlijk gevulde portobello's maken. Het voordeel van deze mooie supermarkt, je vindt er gewoon stampaddenstoelen. Vegetariërs is toch vaak het vooroordeel dat we alleen maar op linzen knabbelen en blanke tofu. Ik zal eens even laten zien wat we van tofu kunnen maken. Ja, heerlijk. Kastanjepuree, een echte winterse delicatesse. Vol met eiwitten, kastanjes. Dus perfect voor een ecofabulous dessert. Om de Ecofabulous recepten wat op te leuken, gebruik ik vaak sojaroom. Je hebt nog veel meer verschillende soorten, speldroom, haverroom, rijstroom. Dit is een heel gezond alternatief om toe te voegen aan je gerecht, om het net even wat romiger en lekkerder te maken. Walnoten. Ja, dit is toch te gek. Ik voel me hier een soort Alice in Veggieland met al die noten. Ik ga lekker even walnoten pakken voor zometeen.